Dit wordt ja, dames en heren. Michael Stolwijk. Yeah. Eerste helemaal goed jaar. En de eerste geboren. Hey. En was wel een keer. Geboren getogen. Ja, heerlijk. Ik heb er geen woorden voor. Heerlijk weer. Organisatie top. Alles zat mee vandaag. Ik had een geweldige haas. En Sarah, dankjewel Dick. En ja, redelijk constant kunnen lopen. Ruim 7 minuten van mijn PR afgelopen. Ja, ik heb nooit echt vertrouwen in mezelf. Maar mijn trainer die mee fietste, Bram, die zei ook van je kan veel harder. Ja, op een gegeven moment lag ik ver voor. Toen heb ik eigenlijk alleen maar op plaats gelopen en genieten van ja, Lage Rijndijk opkomen. En, ja, geweldig. Oh, ik ga zo lekker bier drinken. Oh. En je hebt al langer moeten wachten, 2,5 jaar in Leiden marathon lopen. Hoe was dat? Ja, je bent elke keer aan het uitstellen. Elke keer voorbereiding van 2-3 maanden. En dan uiteindelijk moet je weer het horen krijgen dat het niet doorgaat. En dat is heel vervelend. Maar ik had met mijn trainingsmaatje Sarah Lachty, die ook in Tokio liep op de 10.000. Ja, daar heb ik gewoon een hele goede trainingsmaat. En zij, haar wedstrijden gingen wel door, waardoor ik ook wel gemotiveerd bleef om dat te zien en mee te maken van dichtbij. Ja, het is gewoon een mooi podium waar zij op loopt en daar kan ik mooi aan vastsluiten eigenlijk met de trainingen. En ja, ik ben in april van trainingsgroep veranderd weer naar Bram Wassenaar. Dat zal ik hebben, trainer. Netjes jongen, 2:33. Ja, knap. 8 minuten van zijn PR af, hè? Ja. Hey! We geven hem niet langer wachten. 2:33:07 officieel. Michael Stolwijk! Na 30 jaar een opvolger in Leiden. Hoe mooi kan het zijn? Ongelooflijk. Onze eigen Michael Stolwijk. En ja, de aanleiding is natuurlijk vervelend, want we hebben moeten bezuinigen en konden dus geen buitenlandse lopers aantrekken. Maar ja, dat biedt wel kansen aan regionale en lokale toppers. En Michael hoorde dat. Michael is een geboren Leidenaar. En er is nog nooit een geboren Leidenaar geweest die hem gewonnen heeft, behalve Huub Pracht, maar die woonde hier, maar is niet geboren hier. En Michael dacht van, nou, dit is mijn kans. Dus hij is gaan trainen als een gek. Daar wist ik van. Hij heeft ons ingelicht. Wij hebben verder niets gedaan, want ja, we hebben helemaal niet geregisseerd of zoiets. En hij heeft zelf een strategie uitgestippeld en die gozer wint met een Leidse vlag om zich heen. Ja, is toch schitterend na 30 jaar een echte Leidenaar als winnaar van de hele afstand. Is toch leuk, een Leidse winnaar bij de Leidse Marathon.